Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 10. Ik ben net wakker, het is nu 8:30 geweest. En ik ga een ontbijtje maken. Van even wat lichtjes aan, meteen even kerstboomlichtjes aan. Vandaag doe ik echt eventjes heel rustig aan. Ik heb echt heel erg last van mijn rug. Ik ga wel wat editen en dat soort dingen. En ik denk dat ik straks lekker even serie ga kijken en nog een beetje ga opruimen. Want morgen wil ik echt eventjes wat andere dingetjes filmen. Deze zetten. Morgen wil ik echt wat andere dingetjes filmen, zoals tutorials en zoiets. Dus dat wil ik morgen echt gaan doen. Zoals jullie misschien wel gezien hebben, kijk ik niet elke dag een kerstfilm. Omdat ik daar of gewoon geen tijd voor heb. Ik ben niet thuis of iets. Maar wat ik wel doe, is elke dag in mijn thumbnail, oftewel in het plaatje wat je ziet voor je op mijn filmpje klikt, staat het grootste plaatje afgebeeld van een film. En dat is dan eigenlijk de kerstfilm van die dag. Mochten jullie daar vragen over hebben, hoor ik het graag. Ik vind het echt super leuk dat er steeds meer mensen aan het reageren zijn en thumbs up doen. Dus ja, dat vind ik eigenlijk echt super gaaf. Ik ben nu een beetje de vlog aan het uploaden van vandaag, van vanmorgen. Want ja, gisteravond had ik daar gewoon geen tijd meer voor. Dus hij komt iets later online, maar hij is onderweg. En ik ga zo weer vlogmas inhalen. Het is zo schattig. Ze wil dat helemaal wegkruipen in mijn vest en lekker bij me liggen. Ik ben nu vlogmas aan het inhalen. Bo! Bo, die eet nog wel eens Mila brokjes. Maar wat ik zei, ik ben vlogmas aan het inhalen. Ik ben nu Ingrid aan het kijken. En heb net de Black Friday haul van Megan Rosette gekeken. En voor de rest wordt het een heel rustig dagje. Want ik heb veel pijn. Dat is niet leuk. Vanavond komt mijn vriendinnetje. Jeff moet naar de kapper. En voor de rest, het wordt wel een hele drukke week en dat is wel vervelend, maar het hoort er nou eenmaal bij. Daar was ik weer. Ik zit een beetje op internet en neuzen. Ik heb wat dingen te koop gezet. Jullie hebben mij zien Filofax een paar keer. Ik doe er op dit moment gewoon te weinig mee om er echt wat aan te hebben. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb zowel mijn A5 als mijn personal te koop gezet. Want ik wil heel graag een planner van... Pricey, but... Ik ga even kijken of ik hem aan jullie zo kan laten zien. Ik wil heel graag een planner van Erin Condren. Of hoe je het uitspreekt. Dat is net zoiets als een Filofax. Alleen is het al gebonden. En vind ik het persoonlijk handiger. Nou had ik er eentje uitgehaald. Even kijken. Deze. En dit is dan de buitenkant. Er zitten allemaal tabbladen in. En de binnenkant is lastig om te laten zien. Dat kan, moet ik dan even zo doen. En zo ziet dus de binnenkant eruit. Ze zijn wel prijzig, maar ja, dat is toch wel degene die ik heel graag wil nu. En wat ik ook aan jullie wilde laten zien. Ik heb een nieuwe app op mijn telefoon. Dat heet Wishlist. En hierin schrijf ik dus alles wat ik graag wil het aankomende jaar. Oh. En ja, dus er staat nu nog een klein lijstje. Maar dat is toch wel het lijstje van 2015. Oh. Dus dat wilde ik jullie even laten zien. Hoe kan het dus gaan? Ik heb net mijn Filofax zowel op Marktplaats als op het forum geplaatst op Facebook. En ik ben ze gewoon allebei al kwijt. Dus ik moet nog even doorsparen voor mijn Erin Condren, of hoe je het uitspreekt, planner. Maar die komt er ook zeker aan. Ik ben echt zo freaking blij dat dat zo snel is gegaan. Ik had het wel verwacht, maar zo snel dus niet. Dus ik ga zo pakketjes maken voor degene die het gekocht hebben. En dan ga ik nog even lekker neuzen naar een Erin Condren. Ik ben helemaal happy. Was ik weer.
Het is steeds erg rustig hier. Ik ben een beetje tv aan het kijken. Of in ieder geval via mijn laptop wat aan het kijken. Ik kijk de Christmas episode van Switched at Birth. Die is gisteravond in Amerika online gekomen. Ik kijk dat via zzstream.li. Daar staan echt superveel Amerikaanse series op. En ook de nieuwste series. En als het in Amerika s'avonds wordt uitgezonden, staat het de volgende dag op deze site. En voor de rest eigenlijk niks. Ik heb me even aangekleed, want ik krijg zo meteen visite. En ik moest even snel twee pakketjes wegbrengen. Want ik heb natuurlijk allebei mijn Filofaxes verkocht. En Manlief is aan het koken. Hoi Manlief. Wat eten we? Spinazie met gebakken aardappelen en een Gordon Bleu. Lekker. Dus vanavond komt mijn vriendinnetje. Ik wil even lekker bakkie doen en even lekker kletsen. Dus ik denk niet dat ik nog heel veel tijd heb om te filmen, maar ik doe mijn best. En laten we wat leuks pakken uit de surprise box. Wat wordt het deze keer? Even kijken wat er allemaal in zit hoor. Ik dacht dat er ook een botje in zat. Wat is dit? Ik heb geen idee wat dit is, maar kijk Jeff. Ik heb echt geen idee wat het is, maar ik ga het aan haar geven. Ik weet het ook niet, maar het geen idee. Het is wel groot. Jij ziet alweer wat, hè? Is dat voor jou? Is dat voor jou? Man, ik weer. Mijn vriendinnetje is er. Maar die wil niet op film. Dus dan doen we dat niet. Maar we gaan voor haar, want zij heeft... Ik wil wel even een hand. Kijk, zij gaat dus zo met haar nagels om. Nee, hoor. Zij moet morgen weer naar de nagelstyliste. Dezelfde als ik, maar ze heeft een beetje veel uitgroei. Dus we gaan nu even voor haar opzoeken op We Heart It. Even wat plaatjes. Dus dat zijn wij aan het doen. Hierbij sluit ik dag 10 af van Vlogmas. Ik ga deze vlog editen en uploaden. En dan zie ik jullie morgen weer. Welterusten alvast.